Stichting Koprol wil meer mensen met een fysieke beperking laten sporten. Daarom organiseert de stichting een open week. Die duurt tot 24 september. Tijdens de open week kunnen mensen met zo'n beperking meemaken wat Stichting Koprol voor ze kan betekenen. Zeker. De Stichting Koprol is actief in hoofdzaak in de gemeente Nijmegen. Stichting Koprol biedt in Nijmegen thans aan circa 400 mensen met een fysieke handicap de mogelijkheid om iedere week te sporten. Nou, bij deze club ben ik al zo'n kleine 20 jaar, denk ik. Vroeger heette dit GSNO, dat is een gehandicapte sportvereniging Nijmegen en omstreken. Ontstaan uit na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En sinds een jaar of 20 schat ik, doe ik zitvolleybal hier al. Dus een behoorlijke tijd al. Sporten onder vakkundige beleiding van een 30-tal fysiotherapeuten, bewegingsagogen die allemaal hun eigen specialiteit hebben. We sporten in een 7-tal sporthallen en in 3 zwembaden. En wij sporten eigenlijk alle werkdagen van de week, 's avonds na 6 uur. En op zaterdagochtenden hebben we zwemmen voor kinderen met het syndroom van Down. En zaterdagmiddagen zijn we actief op de Maartenskliniek. En daar hebben we de leerlingen van de Sint Maartenschool, veelal zijn dat dubbel gehandicapte kinderen. En die krijgen van ons rolstoel basketbal en rolstoel hockey. Koprol is zeer actief, denken wij. Wij vinden dat we zeer actief zijn in Nijmegen. En we hebben volgende week een open week. Wij nodigen iedereen in Nijmegen uit om eens een kijkje te komen nemen. De doelgroep van Koprol zijn mensen met een fysieke beperking. Denk aan kinderen met Down. Denk aan mensen die rolstoelgebonden zijn. Denk aan mensen met een amputatie. Denk aan mensen met CVA, COPD, mensen met hartaandoeningen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.